Thanks for Let's Game Guys, ik ben Joris en ik heb vandaag weer een video tegen. Paul, FIFA 14 doet. Ja, vorige keer had ik natuurlijk dik gewonnen van hem en was die kansloos. Zat te eten. Dat zijn excuus. Ik zat toch echt te eten, jongen? Deze keer gun ik hem dit als excuus, maar volgende keer niet meer. Ja. Hij kan gewoon niet van me winnen, maar dat wil hij niet eerlijk zeggen voor de camera. Ik kan wel winnen, ik zweer het. Wanneer? Of nu! Ik ga nu winnen, ik zweer het, ik ga nu winnen. Waar wedden we op? Gewoon, normaal. Gewoon wedden welke... om ons account. Nee, donderop. Hoe bedoel je mijn, welk ons account? Nou, dan krijg ik jouw origin wel gehoord. Nee, waar zou ik dat doen? Ja, 50 seconden zijn om. Nee, ik moet nog even wat langer. Mensen, ik zie jullie zo terug later. Maar mensen, als jullie goedkope coins willen kopen, kijk FIFA winkel en gebruik de code LGGG. Zodat je korting krijgt. Heb jij een FUT sponsor? Ja. Hoe heb je dat gekregen? Ga ik niet vertellen. Doe gewoon jongens, zei ik mij. Nee, helemaal niet. Nee, kom op, even zeggen. Nee, ik doe dit stukje er toch niet in de video. En als je het wel doet, dan... Ja, dan krijg je 20k. Maar hoe krijg je dat? Nou, nu weten mijn kijkers ook gelijk. Gewoon gaan vragen aan die site van... Yo, kunnen jullie mij sponsoren? En dan krijg je een code. Ja? En als mensen die code gebruiken, dan krijg je 10k bijvoorbeeld. Oké, en hoe heet die site? Willen jullie goedkope coins kijken op fifawinkel.nl voor lauwe coins. En goedkoop en snel en goede levering. En heb je een probleem, kan je of bij mij komen of bij Guido. Want die heeft af en toe ook een chat en in die chat kan je vragen stellen binnen 5 minuten. Wow, nou. Hij wordt zo neergehaald, jongen. Oh, lol. Je kan geen FIFA spelen. Hoezo niet? Omdat je gewoon slecht bent. Hou je mond. Maar dan ben je zelf nog niet achtergekomen. Wel, ik ben goed hoor. Best een mooi stadion, hè? Het kan nu niet aan de regen liggen. Nee, jij bent echt slim. En het kan ook niet aan chips liggen, want je eet niks meer. Wel, ik eet nog steeds chips hoor. Ja. Nee, echt? Mijn moeder ook. Echt? Ja. Leuk. Eet je moeder echt chips? Tuurlijk niet. Robert Lewandowski. Wat een... Kom op! Zag je dat? Ja, want ik ben niet blind. Ik ook niet. En Aubameyang. Patrick Emiere Aubameyang with the golazo. Pra. Ik ben heel goed in FIFA hoor. Maar weet je wat het is? De bal werd van richting veranderd. Dat is echt zo. Ja. Maar alsnog was hij lekker ingeschoten, anders had ik een corner gehad, dus. Misschien. Hou die pinnen! Serieus, heb ik Gareth Bale op links? Of op rechts bedoel ik? Ja, daar hoort hij hoor. Hij hoort op links. Of oh ja. In de spits. En Di Maria hoort rechts. Helemaal niet, jongen. Cristiano Ronaldo hoort links. Oh, kut. Ja, maar als Ronaldo... Ik zit Ronaldo altijd op 10, maar dat kan ook aan mij liggen. Jongen, dat is echt... Nou, wordt hij nu niet verricht? Hey, scheidsrechter! Wat? Referee! Dat is een dikke vrije trap, jongen. Nou, ga je nog nemen of... Hou je mond. Hou geduld. Lekker hoor. Marco Reus. Dat is zo slecht. Haast slecht. Weet je hoe die skill moet? Nee. Hou je bek dan. Ja, maar je had niks met die skills, dus wat maakt het uit? Oh. Tweede rebound score. Zeg zo! Waar woon jij? In Griekenland. Nee, jongen, kut niet.
Serieus? Ja, tief nog op. Maar Marco Reus scoort dan maar. God straft meteen. Ik kan nog winnen. Ja, dacht je vorige keer ook. Mijn mond, hè? Maar ik speel echt kut deze wedstrijd, ik zweer het. Ja. Nee, echt. Ik speel normaal veel beter. Oh mijn god. Ik heb je nog gewaarschuwd. Wat heb je gezegd dan? Dat ik goed was. Real staat 1-0 voor. Ja, weet ik. Zit je te kijken? Ja. Nee, ik zit niet te kijken. Ik kreeg het door. Hoe dan? Via WhatsApp. Iemand gaat me op de hoogte houden. Dus. Waarom kijk je er niet dan? Nu heb ik geen zin in. Zit je echt in Griekenland? Ja. Wat dan? Ik ben op vakantie en ik woon eigenlijk... Of laat me zeggen, ik woon in Griekenland. Jongen, je lult. Waarom heb je daar een pc dan? Ik ben op een ander plaatsje in Griekenland op vakantie. Dus ik ben, laat me zeggen, net zoals jij woont waarschijnlijk in Nederland. Hou je bek. Jongen, je hebt toch pc hier, daar? Ja, in Griekenland, ja. Want daar woon ik. En ik ben op een ander plaatsje in Griekenland op vakantie. Maar daar heb ik gewoon mijn pc meegenomen. Oh mijn god, je lult als je moeder. Nou, dan geloof je me lekker niet. Oké, leuk. Ja, ik heb mijn baas... Scheidsrechter! Hm. 0-2. Serieus? Real Madrid. Ja! Ja, ik zie het. Ronaldo of wie? Weet niet. Nou, dat moet je nou ook weten, hè? Godverdomme. Hoezo moet ik dat weten? Ik mag gewoon hadden. Oh! Zag je die? Ramos. Scoorde net. Ja, maar zag je mijn aanval? Ja. Ja, wel bij het spel, maar geef het toe. Oké, okay, bam. God. Bam, op de paal nog wel, hè? Beauty. Als die er nou in ging, dan stond het gewoon 2-1. Dat was bij het spel geweest. Ja, het was ook bij het spel, maar alsnog. Ronaldo, CR7 made in heaven. Ik hoor je echt tering slecht. Nu nog oh, steeds? Oh nee, je moet niet weer doen, hè? Nu nog steeds? Ja. Nu nog steeds? Ja, is je internet slecht? Ja, in Griekenland wel. Jongen, hou je mond! Je zit niet in Griekenland. Oh. Nou, geloof me lekker. Hoor je me zo beter dan? Nee. Hoe hoor je me dan? Echt zacht. Hoor je me zacht? Hallo? Nee, laat maar. Ik hoor je goed. Nu nog steeds? Ja, ik hoor je goed. Ja, in Griekenland is het internet een beetje slecht. Hou je bek. En dan geloof je me niet. Ik zeg toch niet dat ik je niet geloof. Ik zeg alleen maar hou je bek. Zo simpel is het. Mats Hummels, score. Want je bent een tank. Oh! Gaat hij mis? Hou je bek, hè? Slecht. Hou je mond. Nu ben ik wel beter dan jou. Dan moet je toe. Als je. Fuck. Als je één bal. Als je één aanval. Jongen, dit waren al 4 aanvallen achter elkaar. Ja, dus en 3 waren er buiten spel. Kijk. Nee hoor, 2. Krop. Nee, 1. 1 was er buiten spel hoor, die op de paal. Ik weet niet meer, lul. Hij was op de paal. Ja, wat op de paal. Oh, godverdomme. Aubameyang. Jongen, jij bent zo'n vieze FIFA-speler, hè? Kijk hoe jij het doet. Je staat met een muur achterin. Je moeder is een vieze FIFA-speler. Mijn moeder speelt geen FIFA, dus. En je paast hem telkens naar voren bij de dieptepaals. Ja, doe dat ook dan. Moet ik het zo doen dan? Ja, doe maar. Vind ik wel fijner. Kut. Oh, nou, daar gaat hij. Yes! Hij raakte hem nog aan, hè? Ik weet niet of je het zag, maar... Ja, alsnog een lekkere redding, hoor. Waai die. Oh, jee! Dit is weer FIFA AIDS, hè? Nee, dit is gewoon een goede redding van de keeper.
Nee, maar godverdomme. Goed zo. Jezus. Oh, daar heb ik zo schijtziek van. Nee, maar geef toe. Ik ben wel beter dan de vorige versus. Nee. Hey, pik. Hey, ik ben wel beter dan de vorige versus wedstrijd. Ja, maar je bent niet beter dan mij. Weet je niet, misschien win ik nu wel. Het kan nog, hè. Hey, maar geef toe, die eerste goal was wel leuk. Hij was anders hands, hè? Ja, oké, maar alsnog. Het was wel leuk dat ik hem weer aanraakte en dat hij er dan in gaat. Weet je hoe dat heet? E-AIDS. Nee, E-AIDS heet dat, hoor. Nee, E-AIDS, dat is mooi, want heb je de E en heb je de A van IE, heb je dan... Ja, is dan de A van AIDS. Dus heb je E-AIDS. Godver... Lekker. Ga je anders zagen, hoor. Je hebt gewoon toevallig een paar meer kansen. Ik heb meer schoten op goal, trouwens. Ja, oké, okay, maar alsnog. Je hebt meer afstandsschoten, hè? Helemaal niet. Helemaal, wel. Die tweede goal was ook een afstandsschot. Ook, ook. Ja, die van Royce of zo was die, geloof ik. Hoppatee! Hou je rustig. Ik zeg toch niks? Nee, maar... Ik weet niet of jij me hoort schreeuwen of zo, maar... Ik ben... In welke positie sta je daar met profclubs? Spits. Laat mij spits. Ik ga keepen. Je bent een lul. Ga je serieus keepen? Ik ben pro en keeper. Vind je dat echt leuk om te doen? Ja, dat is de laaierklauw. Wat is er leuk aan? Gewoon. Kut! Wat is leuk aan spits staan? Nou, scoren. Nou, ik de ballen tegenhouden. Oké, we maken daar wel een seizoen van. Hint, hint, tip. En dan maakt... Zijn niet de tweede. En Gundogan, hoe kan je die missen? Hoor je de commentator zeggen, hij raakt hem gewoon niet voor genoeg, zei hij. Nou, dat was ook zo. Anders had hij wel gescoord, hè? Maar ja, dat heeft hij niet gedaan. Dus het staat nog steeds hier 3-0. Godverdatering. Willen jullie meer of minder FIFA, dude? FIFA 14, dude, lul. Oké, ook goed. I don't care. Zo. So. Dat is wel een goede sliding. Oh, keepertje. 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 Oh! Ronaldo Turbo, of is het niet Ronaldo? Jawel. Oh. Mats Hummels houdt Ronaldo in. Not to the... Oh! Die was koude mooi. Dit moet je toegeven. Die was echt lelijk gewoon. Hou je bek. Dit is gewoon weer EA AIDS geluk. Kijk dan jongen, die was vol op in de kruising. Geen eens kruising in het dak van het doel was die. Nou, nog mooier vind ik. Nee, eigenlijk niet, maar oké. Maar dan gaat hij stoel lopen doen in die homo. Daar gaan we weer! Hey! Nee! Wat doet hij? Hij ging net naar rechts door mijn AIDS controller. Heb je ook soms nog een en heb je controller niet goed vast? Nee, want ik ben niet zo dom als jou. Als jij. Ah, combo! Dat jij zo'n nerdje bent. Hè? Huh? Dat jij nou een nerd bent. Welk niveau doe je? Of doe je zit je nog in de groep 8? Ik doe niveau. Hè? Huh? Ik doe MAVO, THAVO. Echt? Ja. Oké. Okay. Wat jij dan? Gymnasium. Ja, zie je? Grapje, jongen! Gelooft hij het ook nog? Ja, jij, dat jij me nou niet gelooft dat ik in Griekenland woon. Ik doe MAVO. Jongen, jij woont echt niet in Griekenland. Maak foto dan. Is goed. Wanneer? Nu. Ik zit midden in de FIFA-potje, Mattie. Ja, dus? Ja, maak dat dan weer uit. Oh! Die was wel Oh, die was de tering goed. Maar dat is Ronaldo, die kan tering hoog springen. Als iedereen had gezeten, dan had ik echt geschreeuwd. Dan was ik echt naar buiten gerend. Maar geef toe, mijn goal is wel de mooiste van deze avond.
Dat weet je nog niet. Nee, oké, maar tot nu toe. Oh! Laat, is niet goed. Moet erin. Huh? Kom op. Is toch een corner? Gaat hij stoer lopen? Als hij erin was gevlogen met een volleybal, dan was ik echt... Nee. Hé, hey, kom op, schrijf. Xabi Alonso, je gaat nu neer, not. Oké, Bill, je hebt twee keuzes. Eén sliding. Oh. Ik dacht gast. Als de scheids daar geen vrije trap voor geeft, dan weet ik het ook niet meer. Ben je goed in vrije trappen nemen? Ja. Nou echt, ik zweer het. Wie zou ik, nee, wie zou ik doen? Bill of Ronaldo? Bill. Je lult, hè? Helemaal niet. Oei! Kom op, scheids. Zo. Sit down. Zo, schiet even een chipje verkeerd. Oh mijn god. Vloerbol. Aanname. Tweede aanname. AK. Schieten. Tweede voorzet. Afmaken. Oh! Hé, hey, maar gast. Ja? Je moet wel even bedenken dat ik nu wel beter ben, toch? Beter? Dan de vorige. Dan de vorige, ja. Ja. Dat is toch dan beter? Jagen. Oh mijn god, waarom loopt hij niet naar die bal toe? In één keer uithalen. Marco Reus. Oh, hij is zo slecht. Hij is goed hoor. Grapje. Sit down. Wat nou weer? Krijg Skype? Ik. Nee, ik krijg heel veel Skype. Godver. Gespam hier. Oh shit. Perfecte pace. En dan is er weer zo'n kut aanname. Zo, lekker hoor, Robert. Scheid. Dan maak ik hem niet af. Gewonnen. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze versus. Hashtag 2. Hopelijk vond je het leuk. Wil je ook een wedstrijd tegen mij doen in dit seizoen? Moet je komen, moet je Skype. En Origin hieronder in de comments reageren. En dan vorige keer wel toe praten we verder over iets dat gebeurde. En like, abonneer. En dan zien jullie deze LGGG gast nog wel een ander seizoen. Later. Ik zie jullie later. Nou, dat was dus zijn outro. Maar willen jullie dus betrouwbare coins kijken op vivawinkel.nl. Gebruik de discountcode LGGG voor een paar procent eraf. En dan check jullie later wanneer ik deze gast weer ga ownen. Peace. Heb je nog een eindwoord? Pizza. Appelmoes. Doei.